Dwayne Kairol is bij acclamatie gekozen tot voorzitter van de bond bij de Surinaamse Waterleidingmaatschappij. Er was slechts één lijst ingediend waardoor stemmen niet nodig was. Kairol zegt de ondersteuning van het volledig personeel te hebben gehad. Er zijn een aantal zaken waarop we willen focussen, maar vandaag hebben we aangegeven van luister, de main doel van ons is om de eenheid binnen SWM weer te gaan vormen, zodat we weer een gezamenlijke SWM-familie kunnen zijn. Er zijn een aantal projecten die geïnitieerd zijn of die geïnitieerd waren door het oud-bestuur. Dus die gaan we evalueren, misschien in de andere jasjes doen. De verkiezingen zijn gehouden op advies van de bemiddelingsraad. Het nieuwe bestuur bestaat uit Dwayne Kairol als voorzitter en de leden Tanis Renfrum, Digmar Woodley, Graciela Olf, Virgil Wolf, Vincent van Engel en Muri Pawiro Dimejo.